9 amateurvoetbalclubs uit Arnhem en de wijde omgeving trappen zondagmiddag een nieuwe campagne af tegen drinken en rijden na afloop van sportevenementen. Alle clubs zijn gelieerd aan Vitesse dat de campagne ondersteunt. De Bob Sportcampagne is een initiatief van het regionaal orgaan Verkeersveiligheid Gelderland, het zogenaamde ROVG. En de slogan is: rondje, scoor eerst een Bob, 100% Bob, 0% op. Vitesse steunt de campagne en op welke wijze doen ze dat? Nou, uit naam in elk geval natuurlijk. Wij verbinden onze naam aan de campagne en wij leggen vanuit ons netwerk de contacten met de amateurclubs. En dan hebben we het over voetbal. De campagne is breder. Ze zijn ook bij hockey en tennis en noem maar op. Maar wij richten ons dan vooral op de voetbalkantine van de amateurclubs. Ja, 1 op de 20 mensen die na een bezoek aan de sportkantine in de auto stappen, heeft te veel alcohol gedronken. En dat moet veranderen, vindt het ROVG. Dat zorgt voor een nieuwe campagne Steun bij Vitesse. Maar is alcohol en sport niet altijd verweven geweest met elkaar? En daardoor dus een moeilijke issue? Het is een uitdaging. Voor velen is het namelijk inderdaad met elkaar verweven. Tijdens het sporten natuurlijk niet, maar daarna in de kantine hoort het er vaak wel bij. En ook als je passief sport beleeft door in het stadion te kijken, dan vinden veel supporters het prettig als daar een biertje bij is. Dat kan, alleen zorg dan dat je niet in de auto stapt en dat iemand anders met wie je samen reist naar het stadion of naar je eigen sportkantine, dat die rijdt en doet het om de beurt. Maak daar gewoon duidelijke afspraken over, want alcohol en verkeer gaan niet samen. Zondagmiddag, voorafgaand aan de wedstrijd van Vitesse, krijgen vertegenwoordigers van de amateursclubs, waarmee Vitesse een convenant heeft, de eerste pakketten die horen bij de nieuwe Bob Sportcampagne. Na de wedstrijd wordt in de supportershome Monnikenhuizen ook een Bob Sportpakket aan de supportersvereniging Vitesse uitgereikt. Wat voor pakketten zijn dat? Wat wordt er uitgereikt? Nou, de slogan willen we natuurlijk onder de aandacht brengen, het RVG. Dat wordt dus opgehangen met posters in de kantine. Er zijn bierviltjes, er zijn druipmatjes voor achter de tap. Dus eigenlijk de zichtbaarheid van de campagne is ook in de sportkantine moet die aanwezig zijn. En in het stadion. En daar bestaat het pakket vooral uit en wat richtlijnen ook voor de kantine mensen.